Welkom kijkers, welkom bij het RKV TV Sinterklaasjournaal. Kinders, hij is weer in het land, hè? Sinterklaas met de Pieten. En we zijn er benieuwd of hij naar RKV toe komt. En om dat te weten te komen, ga even contact zoeken met het Pietenhuis. Want daar zit een Piet en we gaan vragen wanneer hij naar RKV toe komt. Piet! Hallo Piet, is er iemand? Hey Michael! Hey! Jij wil vast en zeker weten wanneer wij naar RKV komen, toch? Nou... Dat kan ik helaas niet vertellen, want dat weet ik nog niet. Ik ga het even met mijn hoofdpiet overleggen en dan kom ik zo meteen bij je terug. En dan kan ik je hopelijk meer vertellen wanneer wij naar een café toe komen. Nou kinderen, we horen straks van Zwarte Piet wanneer die naar een café toe komt. Blijf spannend natuurlijk, hè? Wanneer komt hij naar een café toe? Maar ondertussen gaan we naar al meer nieuws. De bekende scheidsrechter Kees Wendt, die heeft zo slim geweest om zijn schoen gelijk te zetten toen Sinterklaas en de Piet in het land waren. En hij heeft gevraagd om een nieuw scheidsrechtersoutfitje. Maar er is iets niet helemaal goed gegaan, dus we gaan naar onze verslaggever op locatie om te vragen wat het probleem is. Ja Michael, ik sta hier bij de kleedkamers van de scheidsrechters, want onze scheidsrechter Kees Wendt heeft wat in zijn schoen gekregen. En ik sta bij Kees Wendt. Meneer Kees Wendt, wat heeft u in zijn schoen gehad? Nou, je wil het niet geloven. Een rode en een groene kaart. Ik heb ze bij me. Kijken. Maar dat zijn toch niet voor voetbalwedstrijden? Nee, ik denk dat Zwarte Piet helemaal in de war is. Want volgens mij is het toch bij hockey? Nou, ik ga echt geen hockey. Ik ga lekker weer voetbal fluiten. Oké, verkeerde kaart. Zwarte Piet, als je dit hoort, hij wil een gele en een rode kaart ontvangen. Want een nieuw scheidsrechtersshirtje, dat is wel op zijn plaats. Terug naar jou naar de studio. Nou, het is te hopen dat Zwarte Piet zijn fout goed gaat maken. Dat die gele kaart toch nog bij Kees Wendt terechtkomt. Want straks zijn we Kees Wendt kwijt de scheidsrechter. Nou, dat willen we niet bij RKV. Maar we hebben nog meer nieuws. De spits van de D1, Luc Gijsbertsen, die kan de komende weken helaas wegens omstandigheden niet voetballen. Maar Zwarte Piet, die vond dat een beetje zielig en die heeft overleg gehad met Sinterklaas. En om het goed te maken, mag Luc hier vanavond zijn schoen extra zetten en dan komt er wat moois erin te staan. Dus dat komt helemaal goed weer voor Lucie. En nog meer blij nieuws. Speler van RKV 1, George Verhagen en ex-speelster van Dames 1, Sandra Louts. Het is in blije verwachting. Er komt een kleine weer op komst en het goed nieuws voor RKV, want dan krijgen we weer een nieuw talentje erbij over 4-5 jaar. Dus dat is ook nog meer leuk nieuws. George, je kan scoren. Nou, hopen dat het ook nog op zondag gaat lukken. Maar wacht even. Kom wel tussendoor. Oké. Okay. Ja, nee, we gaan gelijk over op het Pietenhuis, want Zwarte Piet heeft je wat te melden. Ah, oh Michael, ik heb echt heel leuk nieuws. We komen op woensdag 27 november komen met al onze Pieten en met Sinterklaas komen naar RKVV. En het wordt echt één groot feest. Kom je ook? Nou kinderen, dat is goed nieuws, hè. Woensdag 27 november komt Sinterklaas met alle Zwarte Pieten naar RKVV toe om een groot feest van te maken. Dus noteer het allemaal in de agenda. Woensdag 27 november hier op RKVV. Maar bij Sinterklaas worden natuurlijk ook... liedjes, Sinterklaasliedjes. Dus we zijn op zoek naar de beste RKV-zanger die de beste Sinterklaasliedjes kan zingen. En we hebben alvast de eerste hebben we al binnen. En we gaan even kijken wie dat is en wat hij gaat zingen. Ik ben benieuwd. Hoi, ik ben Sylvester en ik zing Sinterklaas Kapoentje. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Nou, kijk eens thuis. Het is te hopen dat het beter gaat de volgende keer. Want dit was niet altijd de beste. Maar ja, wil jij meedoen? Denk jij dat jij het beter kan? En veel slechte kant haast niet, laten we eerlijk zijn. Je kan een mail sturen, onder staat e-mailadres. En dan kan jij het bewijzen voor de camera. Kijken hoe jullie kunnen zingen. Dus mail het. Maar we hebben nog meer. Ik sluit natuurlijk af, altijd met het weer. Dat hoort erbij. Het weer, dus we gaan naar onze verslag even op locatie. Hoe ons het weer gaat brengen. Ja, en dan het weer voor morgen. Ik sta vandaag op het strand van Scheveningen en morgen wordt het net zo mooi weer als vandaag. Heerlijk weer, korte broeken weer. Dus ik zou zeggen, morgen lekker naar het strand toe. Dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer. Nou goed, dat is lekker weer voor de tijd van het jaar. Dus allemaal korte broeken aan denk ik morgen. Wacht, alweer? Oké, nou ja, er zijn beelden vanuit het huis van de Pieten. Met de kamer van Sinterklaas. Ik weet het ook niet, dus we gaan even kijken snel. Ja, dit is niet zo best, kinderen, kijkers thuis. Ja, ik begin een beetje nerveus te raken. Dat straks kan hij niet komen als Sinterklaas geen meid er heeft.
Maar helaas zit de tijd erop. We gaan op onderzoek uit. En hopelijk komen we de volgende uitzending met meer nieuws hierover. Dus blijf kijken. Tot ziens.